Ever since the 1st of June 2006, establishing a company only takes 3 days in Belgium, which is a major improvement. Before, complicated administrative and legal obligations made a quick start very difficult. 27 jaar geleden zijn we gestart dus met een zaak in sportschoeiselen, gespecialiseerd in running en gespecialiseerd voor atleten die kwetsuren zouden hebben, om die analyses te doen. En ik dacht die zaak vrij vlug te kunnen opstarten. En natuurlijk, je gaat eerst naar notaris. Maar dan begint de romslomp van de lange tijd dat je moet wachten hier dat je bedrijf eigenlijk echt operationeel is. Hardly surprising, since the regulations were created back in Napoleonic times. After depositing the minimum capital in a bank account and creating the memorandum and articles of association at the notaries, a whole range of documents had to be taken from one authority to the next. First, they went to the clerk of the court for registration, then to the Chamber of Trade and Industry for the license, then to the trade register, then to the VAT office, and finally to a social security office. And so, it used to take 56 days to effectively establish a new company. De eerste 2 maanden heb je eigenlijk geen nut aan het bedrijf en eigenlijk is het bedrijf eigenlijk uitgesteld voor 2 maanden, omdat het praktisch niet haalbaar was. Doordat wij topspecialisatie hadden, hadden wij leveranciers vanuit het buitenland. En die konden niet leveren de eerste 2 maanden, omdat ik mijn BTW-nummer niet had, konden gewoon niet leveren, omdat ik het gewoon niet kon invoeren. Je suis conseiller en investissement en immobilier d'entreprise. Donc il y a de ça un peu plus de 3 ans, donc j'ai créé une société qui elle faisait de l'investissement immobilier. La création de cette société a pris plus de 6 semaines. Et donc ceci a effectivement un impact négatif d'un point de vue pratique évidemment, mais aussi d'un point de vue financier où on est bloqué pendant toute une période de temps et qu'on ne peut pas commencer à gérer l'investissement, enfin à l'acquérir et à le gérer. L'essentiel de l'e-dépôt pour le notaire, c'est de répondre à la demande du client qui de tout temps a toujours été pressé de rendre opérationnelle sa société après la signature de l'acte constitutif. Et donc, cette pression, nous la ressentions quotidiennement. The Belgian government decided to solve the matter by setting up Project Kafka, which aims to simplify administrative formalities. A few years ago, I took about 8 steps to create a company. We have reduced that number to 2 essential steps. The first step is the e-depot process with the notary public, where you can create a company in a judicial way. And on the other hand, we have the one-stop business shops where people can start up their company to start the commercial activities. On abandonne totalement le support papier pour aller vers un support électronique. Et c'est vrai qu'au point de départ, on faisait du papier vers l'électronique. Ici, on part de l'électronique et il n'y a plus de papier. Par exemple, on ne signe plus avec la main, on signe avec une carte de signature électronique. En die elektronische handtekening is veel veiliger dan een handgeschreven handtekening die men in feite vrij gemakkelijk zou kunnen gaan vervalsen. Dit is bij een elektronische handtekening veel minder gemakkelijk mogelijk. En bovendien geeft het de mogelijkheid om dan in plaats van 5-6 handtekeningen te moeten plaatsen, dit te vervangen door 1 enkele handtekening. Donc tout ça, ce sont plus que des changements, ce sont des évolutions, même des révolutions en la matière. Maintenant, l'avantage, c'est qu'un collaborateur, au tout début de la constitution de la société, remplit des champs informatiques dans son acte, champs qui seront utilisés dans tous les maillons, dans toute la chaîne de la constitution d'une société. Et par exemple, un exemple concret, le greffe ne va pas devoir traiter cette information manuellement, mais aura tout électroniquement, ce qui fait un gain de temps évidemment indéniable et fort important. Instead of 56 days, it now takes no more than 3 days to establish a company. Once the minimum capital has been deposited in a bank account, the notary can use the electronic counter, or e-depot, to submit the electronic memorandum of association. Within minutes, the notary will receive the new company registration number, which the starter can then activate at one of the 10 accredited enterprise offices in Belgium. Ja, mijn zoon is nu een nieuwe zaak opgestart. Doordat wij die specialisatie hadden, heeft hij verder uitgebreid met het voetscansysteem. We hebben hier een 20-meter baan waar de mensen kunnen opgemeten worden. We hebben een rugscanner waar we ook metingen kunnen doen die we dan aan de medische wereld kunnen teruggeven als service.
En de zaak opstarten was eigenlijk twee keer niks. Hij ging naar notaris en eigenlijk binnen dezelfde dag waren we eigenlijk operationeel. Voor de cliënten is het idebo zeker een tijdswinst. Voor het notariaat is het zo dat wij die tijdswinst eigenlijk nog niet onmiddellijk voelen. Maar hetgeen wel zo is, is eigenlijk dat wij de dienstverlening naar ons cliënteel heel sterk verbeteren. Tout le monde est gagnant. Le client, parce que le processus est rapide, mais aussi l'ensemble de la société, parce que le processus est beaucoup plus sûr qu'auparavant. Dans la mesure où auparavant les données étaient retranscrites plusieurs fois, donc avec un risque d'erreur multiple, aujourd'hui, une fois que les données sont figées dans l'acte notarié, elles ne sont plus jamais changées et donc on est sûr d'une sécurité à 100% du processus. Voor mij is vooral innoverend in het project e-depot dat eigenlijk de klant hier, de notaris, die in contact staat met al die verschillende overheidsdiensten, justitie, financiën, binnenlandse zaken, economie, nu eigenlijk één kanaal heeft via het welke het proces, de creatie van een vennootschap, kan beginnen. En dat is wel nieuw, want vroeger moest alles eigenlijk per departement, per overheidsdienst geregeld worden. Hans, de creatie van vennootschappen dateert eigenlijk uit het Napoleonistisch tijdperk nog en is volledig papiergericht. Dus ik denk wat belangrijk wat we nu gedaan hebben, is dus één, te voorzien in één budget die horizontaal die coördinatie toelaat, maar niet puur alles te informatiseren, maar ook die wetgeving aan te passen aan de nieuwe situatie. Ik denk dat dat ook een zeer belangrijk feit is, dat het project als een geheel wordt beschouwd en dus wetgeving, organisatie en informatisering in één geheel kan gebeuren en dat is bij e-depot gebeurd. Everyone involved has now agreed that the collaboration of the government and the notaries have turned e-depot into more than just a tool for ensuring a quick and efficient service. Well, there are certain studies amongst them from the OECD where you can see that there is a correlation between the climate you create for companies to start up and the number of people actually involved in starting up a business. And today we see the result. The last few years, especially the last 2 years, we have seen a significant rise of number of companies started up in our country.